De legitieme portie zou afgeschaft moeten worden. Dit benadrukte notaris Anil Autaar gisteren tijdens het symposium De legitimiteit van de legitieme portie in het Lalaroek-gebouw. De rechtsgeleerde wil middels het symposium informatie verstrekken en een discussie op gang brengen over het onderwerp. De legitieme portie is het wettelijke erfdeel van een kind. Dit is het gedeelte van de erfenis van de ouder waarop het kind altijd recht heeft. Daar denk ik zal nog een beetje over gevochten gaan worden. In de DNA van is het discriminerend dat stiefouders anders worden behandeld dan niet-stiefouders. Dat terzijde. En dan eigenlijk waar het vandaag over gaat, dat is de afschaffing van de legitieme portie. Ik vertelde er straks al dat kinderen, kleinkinderen, als hun eigen vader of moeder is overleden, hebben recht op een bepaald gedeelte. Even een voorbeeld van er straks. Vader overlijdt, hij had twee kinderen en een echtgenote. Ieder heeft als erfdeel een derde gedeelte. En wat is nu in Suriname het geval? De legitieme portie is een fractie van het een derde gedeelte. We hebben twee kinderen. Wat is de legitieme dan? Twee derde keer een derde is twee derde gedeelte. Had je drie of meer kinderen gehad, dan was het een derde keer drie vierde. Dat is de factor die bij hoort. En dat is het legitieme gedeelte. Daar kunnen de kinderen altijd aanspraak op maken. En ze hebben in het beginsel recht op goederen. Autaar zegt verder dat de aanpassing van de wet nodig is, omdat het belangrijk is dat individuen zelf moeten kunnen beslissen over wat er met hun nalatenschap gebeurt.